In de allereerste plaats vind ik het heel goed dat je dit onderwerp aansnijdt. Ik had dat op BNR niet zo snel verwacht, maar ik luister meestal naar Radio 2. Ja, wat het punt aangaat, ben ik het helemaal met je eens. Meneer Mareet, u moet vaker naar BNR luisteren. En als u het zo goed vindt, moet u naar de website van televisie gaan en op Peppok top stemmen. Ja, maar ik heb geen computer, want ik ben een armzalig. Oké, dan mag u naar de bibliotheek gaan, meneer Mareet. Want het volgende onderwerp straks gaat over de gouden televisiering. En dan vind ik dat u nu de crossover hebt gemaakt ook maar moet gaan stemmen op ons. Maar gaat u gang, maakt u uw argument. Wat ik even wil benadrukken is, de Nederlandse overheid krijgt de Zwarte Piet toegespeeld. Dat is ook volkomen terecht, vind ik. Zo ben ik zelf recentelijk tot 2 keer toe op de bon geslingerd. Waarvoor? Omdat ik in de openbare ruimte een blikje bier zat te drinken. Welke stad? In Leiden en hier in Noordwijk. Ja. Ik kan me iets bij die maatregel voorstellen als samenscholende jongeren bij een of ander bankje of hangplek zich helemaal lam zitten te zuipen. Maar als ik in een parkje naar een vijvertje naar de eentje zit te staren en ik trek een blikje bier open, dan vind ik 60 of 90 euro bekeuring toch wel wat overdreven. Oké, maar meneer Mareet, uw argument is dus dat er allerlei absurde maatregelen zijn. En wat heeft dat te maken met uw privacy? Heel veel, vind ik. Om even op mijn punt terug te komen. We moeten, en dat heb ik nog niet goed gehoord, die vermaledijde Europese Unie niet uitvlakken. Ze hebben nu zelfs het onzalig idee opgevat om kinderslotjes te maken op alle aanstekers, inclusief wegwerpaanstekers. Wat willen ze dan? Ook kinderslotjes op elke lucifer of elk luciferdoosje maken? Dank u wel, meneer Mareet. Meneer Ruplek uit Amsterdam, u hebt 30 seconden, gaat uw gang. Goeiedag. Goeiedag. Gaat om volgende, even een klein punt, heb ik nog niet gehoord. De uitzending gaat over, bij mij in de buurt zijn sinds kort geplaatst parkeerautomaten met kenteken, dat moet je daar invoeren van voren. Je legt een kaartje. Ik vind dat echt belachelijk. En, meneer Ruplek, als ik met mijn buitenechtelijke relatie Andrie Dortmund, de geluidsman, naar een gaybar ga en we parkeren daar en we toetsen het kenteken in en betalen met mijn pinpas, dan kunnen ze dus precies weten dat Andrie's auto met mijn pinpas daar geparkeerd was. En dan kan overheid mij chanteren omdat ik bang ben van mijn vrouw, dat mijn vrouw weet dat Andrie en ik een homoseksuele buitenechtelijke relatie hebben. Vindt u dat normaal? Natuurlijk niet. Nee, meneer de plek. Heel goed argument van u. Dank u. Dat ben ik helemaal met u eens. Dat gaat er helemaal niet aan. Wie gaat bij mijn winkel vol parkeren? Welke klant komt mij bezoeken bijvoorbeeld? Meneer Ruplek, goed argument. Dank u wel. Meneer Baak, u bent de laatste beller. Gaat uw gang. Met Baak, Amsterdam. Goedemiddag. Ja, ik ben het helemaal eens met uw stelling. En pas als Nederlanders hun vrijheid verliezen, dan zullen ze pas beseffen hoe belangrijk hun privacy is. Ik wil ook nog even reageren dan eigenlijk naar Rob Grondgrijp. Ja, die zegt van ja, ik ben niet meer zo actief tegen privacy schendende maatregelen. En hij zegt ook, hij verklaarde onlangs ook van probeert zijn tijd en energie te steken in zaken die hij kan winnen. Maar hij is zeer zeker niet de enige die schreeuwt dat het verkeerd gaat. Dus alleen de groep is nog wel een beetje klein. Nee, meneer Baak, daarom, ik moet u zeggen, met Rens de Jong, ik zal u zeggen waarom ik dit onderwerp heb gemaakt. Ik kwam uit Suriname, ik was 3 weken daar op vakantie, ik ging voor een huwelijk. Maandag, ja. En wat gebeurde? Ik heb daar wekenlang rondgelopen zonder enig pasje. En toen kwam ik terug bij BNR, moet je pasje hebben. En er was geen camera. En toen ontdekte ik weer hoe lekker het voelt om vrij te zijn. En Suriname heeft een hele hoop andere problemen, geef ik toe. Maar toen kwam ik terug en toen zei ik het tegen Rens. En toen merkte je Bas van Werven, die zei het ook. En toen ik het zei, dat debat, die merkte ook op de redactie. Toen zei iedereen, ja inderdaad, we staan er niet meer bij stil. En wat ik ook prettiger vind van Rob Grondgrijp, je kan hem altijd vragen, heeft een goed onderbouwde mening, heeft ook gewonnen. Dus u hebt gelijk, het is aan u en ik om te zorgen dat mensen als Rob Grondgrijp bleven strijden, toch? Ja, meneer Bak is weggevallen. Rob Grondgrijp, tot slot ga je blijven strijden. Overal waar de rotzooi is van de staat, daar strijdt Rob Grondgrijp. Ja, maar wat betreft het thema privacy heb ik natuurlijk wel 15 jaar, 20 jaar hele hoop dingen geroepen. En ik zie de samenleving tot nu toe, en ik zie nu wel een kleine kentering, maar ik zie de samenleving alleen maar verder richting, we moeten meer veiligheid en wat als de terroristen. En dus die angst neemt hand over hand toe.
En ik wil, ik zou graag zien dat mensen dat gaan wegen. Ik zou graag zien dat mensen daaraan snappen dat ze daar te ver in doorgeschoten zijn. Oké, Rob, ik luister als ik maak één afspraak met u. Dit onderwerp zullen we tot de verkiezingen van maart en tot de verkiezingen van 2011 vaker blijven behandelen. Want ik vind het wel dat zolang we erover blijven praten, u erover blijft nadenken. Iedereen die heeft gebeld, hartstikke bedankt.